Hi allemaal, het is weer tijd voor 10 minuten Q-time met Jelena. Ik was even weg, maar ik ben er weer. En ook dit keer heb ik een bijzondere Surinamer. En in het kader van Dag van de Vrouw mag ik direct zeggen, een bijzondere jonge vrouw die leuke dingen aan het doen is. What we need is a little Q-time. Vandaag is bij me Malaika Johns. Yes. Hi Jelena. Hoe gaat het? Oh, I love the energy. Ja, het gaat met jou. Nou, nu gaat het helemaal goed. Het kan niet misgaan. We hebben de toon gelegd. Yes? Prima. Alright. Malaika Johns. Wie is Malaika Johns? Wat doet Malaika Johns? Ik wil alles weten. Vertel me alles. Oké. 23 jaar. Student infrastructuur op de universiteit. Part-time werkzaam bij Robles & Hoes Construction. En daarnaast ben ik ook nog aan het bakken. Dus een bezige bij. Bezige bij. Oké, we gaan beginnen bij het begin. 23 jaar jong. Ben je aan het afronden? Wat ga je studeren? Yes, ik ben aan het afronden. En dan heb ik mijn bachelor. En dan moeten we verder gaan. Je bachelor in wat? Infrastructuur. Een beetje gefocust op civiele techniek. Een beetje een mix-max eigenlijk. Niks max van alles. Maar ga je specialiseren? Ja, ik wil me specialiseren in of construction management of in constructeur. Yes. Dat een beetje. Oké, okay, help me even. Construction manager, constructeur. Wat ga je dan doen dan? Oké, als je dan als constructeur, om het zo te zeggen, ben je aan het uitrekenen van de gebouwen. De architect ontwerpt. De constructeur is aan het uitrekenen hoeveel staal heb ik nodig, hoeveel dit, hoeveel everything. En bij construction management is een beetje een combinatie van, laat me het goed zeggen. Zeg maar het goed, want ik wil het begrijpen, want ik heb al een aantal dingen gehoord en ik dacht dat één persoon alles deed. Nee. We hebben een heleboel mensen in de bouwwereld. Maar construction management is een beetje het management gedeelte van de bouw. In de bouw. En alles heb je dus bij elk, alles wat er gebouwd wordt, heb je dan een construction manager? Of is het bij huizen of gebouwen of wegen, bruggen? Ja, eigenlijk zou je wel iemand moeten hebben die een beetje het management gedeelte houdt, onderhoudt of toeziet. Omdat anders kunnen er heel veel dingen verkeerd gaan. Als je één vast persoon hebt waar je alles naartoe kan gaan. Voor alles naartoe kan gaan. Een soort aanspreekpunt. Ja. Dus dat wil je. Je wil het aanspreekpunt zijn. Of nee, je gaat het aanspreekpunt worden. Ja, en dan zie je alles wat er gebeurt. En van daaruit ga je dan naar de opdrachtgever. Dus er zijn lagen. Oké. Okay. Nou, yes. Je bent enthousiast erover? Ja, dus ik vind het leuk. Ik vind het echt leuk. Dat is toch goed? Ja. En wanneer ben je klaar? Je schrijft je thesis nu, vertel je me eerder. Yes. Waarover schrijf je? Of wat is je onderwerp? Mijn onderwerp is een revitaliserings... Ja. Nee, we gaan het goed zeggen, het is je onderwerp, maar daarop ga je afstuderen. Oké, nog een eigenlijk, keer. We gaan een gebied, of ja, een stuk grond van het Elka Bisdom revitaliseren. Ja. Oké. Okay. Ja. Wanneer studeer je af? Ik ben nu bezig, ik hoop voor augustus. Ik hoop augustus. Het echt. Oké. Okay. Als je me nog niet bent vergeten, wil ik graag komen luisteren naar je afstudeer. Ja, mag altijd. Oké, okay, jullie hebben het gehoord. Voor augustus kom ik luisteren. Ik wil mezelf nu wel herhalen. Oké, nee, want we hebben een datum nu. Ik zie mijn dingen, mijn begeleider echt zeggen, je moet afstuderen, je hebt het beloofd. Ja, het is op tv. Yes, dus nu moet het echt. Oké, okay. Dus dat is de jonge professionele Malaika. Yes. Maar wat doe je nog meer? Want je zegt, je bent er bezig bij je bakt. Je doet, bak je? Daarnaast heb ik nog nu mijn eigen baking business begonnen tijdens COVID. Veel mensen zeiden van, ja, heel veel mensen bakken tijdens COVID. Maar ik deed het een beetje al daarvoor. Mm-hmm. Nu heb ik het een beetje serieus opgepakt. En we gaan nu al 3 jaar straks. Ja, bak je allemaal? Ik ben begonnen met cinnamon rolls. Iedereen deed cinnamon rolls. Ja, maar voor mij is het echt lekker. Je hebt ook cheesecake gedaan, hè? Ja, ik doe ook cheesecake. En die dingen met... Niet die cheesecake met eierenkake en kaas, maar echt de Amerikaanse cheesecake. Oké. Okay. Yes. Cheesecake doe ik. Deed ook een tijdje donuts. Kan ik nog steeds eigenlijk. Sushis doe ik ook. Boyo. Mm-hmm. Exikuku. Marmercake. Zo, alle tiramisu. Oeh. Ja.
Maar en, wat maakt jouw gebak, of ja, is het woord gebak? Ja, al desserts. Jou, ja, al je desserts. Wat maakt jouw desserts anders dan van de rest? Minder suiker, omdat ik zelf niet van suiker hou. Ik heb een paar klanten die ook gewoon minder suiker gebruiken. Dus probeer ik op de een of andere manier dat die toch lekker is, niet te zoet is. Oké, okay, dus als je van gebak houdt en niet te zoet wil, dan is Malaika de beste persoon om te contacten. Ja. Waar kunnen we je contacten? Hoe kunnen we je bereiken? Ik heb een FB-page, Malai's Baking. Mm-hmm. Op Instagram ook. En dan van daaruit zien jullie alles. Oké, okay. Jullie hebben het gehoord. Je werkt daarnaast ook, dus je hebt ook een part-time job. Hoe maak je die combinatie dan? Want het is dan toch wel een heel druk leven dat je leidt. Dat je nu ruimte hebt gevonden om bij mij te komen zijn. Ik apprecieer het. Ja, maar dat zit je toch bezig bij. Mm-hmm. In principe, als ik bestellingen moet hebben, en ze zijn heel veel, vroeg opstaan toen ik nog echt college volgde, 2 uur in de ochtend opstaan. Dus je kunt eigenlijk niet gaan slapen? Nee, dan slaap ik 8 uur tot 2 uur. Uh-huh. Dan gaan we bakken tot 6 uur, 7 uur, opruimen, college volgen, terug naar huis, afronden, weer afgeven. Dat was het. En ik heb opgemerkt, vroeger in het begin, toen was COVID, iedereen was nog thuis, dat bakte ik eigenlijk in de middag. Maar dan, het werkte niet. Mm. Iedereen ook thuis, wakker en everything. Toen was ik like, oké, okay, nee, we gaan in de nacht bakken. Dan slaapt iedereen. Dan heb ik die keuken voor mezelf. Geen niemand stoortje. En dat is uiteindelijk het beste geworden. En het werkt, om het zo te zeggen. Nee, dan gaan we ermee door. Ja. En hoe is het dan met werk zelf? Hoe is het aan het werk? Weten ze dat je ook een... Ja, ze weten het en ze gaan me eigenlijk bokken, want ik heb nog steeds niets voor ze gebracht. Mm, volgende afspraak die we gaan maken, je gaat het brengen aan ja, het werk. Ja, ja. En op school hebben ze wel gehad. Dan meestal, okay. Dan blijf je een paar dingen over en dan kan je... Dan de school wel... Dus mijn medestudenten weten wel. En ja, het werk weet het. Dus soms ja, weten ze dat ik... Soms kijken ze echt zo naar me van... Hmm. Jij ziet er moe uit, dat is gebeurd. Zeg ik, ik heb gebakken. Oké, niet is goed. Dat weet je. Dan houden een beetje rekening met je. Houden een beetje rekening met je. En maar hoe zie je jezelf dan? Want augustus ben je afgestudeerd, voor augustus. Mm-hmm. En daarna ga je de beste construction manager worden van Suriname. De beste vrouwelijke construction manager. Ja. Gewoon is het geheel. Daarvoor gaan we. Daarvoor gaan we. En gaan we dan door blijven bakken? Door blijven bakken totdat ik het kan doen. Ik vind het ook leuk, omdat het komt overeen met wat ik doe. Ik hou van onderzoeken, dus als ik een recept heb gevonden en ik wil iets uitzoeken, ga ik naar 5 recepten kijken. Ga ik kijken van, oké, okay, maar welke past bij me? Wat zijn de technieken? Het gaat ook nog met je passen. Ja, welke technieken kan ik gebruiken? Waar moet ik minder suiker zetten? Waar moet ik dit gaan vermeerderen? Wat heb ik niet in su? Ik probeer ook veel met Surinaamse vruchten te werken, dus bijvoorbeeld bij mijn cheesecake. Mijn jamu cheesecake is echt. Ik weet het niet, ik heb het nog niet geproefd. Maar je kan het van me aannemen. Maar jamu cheesecake, marcousa cheesecake. Ik had laatst ook podosiri geprobeerd. Awara, ik probeer een beetje, ook met heel veel Surinaams fruit. Dus eigenlijk een combinatie van minder zoet, Surinaams fruit. Dat te brengen naar mijn klanten. En dan, als ze goed daarop reageren, gaan we verder. Als ze zeggen, nee, verander dit, doe dit. Dan gaan we het weer veranderen. En dat is eigenlijk... De reden van mijn studie in combinatie met het bakken. Beide moeten we onderzoeken. Wat kunnen we gaan verbeteren? En dat doe ik, probeer ik dat eigenlijk ook bij het bakken te doen. Omdat, ja, we moeten het beter maken. Ja, en er is nog ruimte om het te verbeteren natuurlijk. Precies. Maar we gaan alleen blijven bij zoete dingen? Of je wil niet los van de sushis, maar wil je niet echt hartige? Ik was begonnen met pizza. Mm-hmm. Pizza gaat ook toch wel goed, maar ik heb die techniek nog niet om de juiste goeie te krijgen, vind ik. Mijn mensen vinden het wel goed, maar ik vind dat het beter moet. Ik had een keer dat ik bakkenjouwpastijtjes geprobeerd. Het gaat ook wel goed. Dus beetje bij beetje, omdat een grote fout die veel mensen maken, ze willen alles tegelijkertijd doen. Het werkt niet. Dus toen had mijn moeder gezegd, like, je gaat 1 ding doen. En als dat lukt, dan ga je naar de volgende. Mm-hmm. En dan gaan we zo verder. Je gaat niet 3 dingen tegelijkertijd doen. Dus dat werkt totaal niet. En dat heb ik ook opgemerkt. Dus 1 ding, verbeteren totdat het goed is. Juist de recept schrijven, dan gaan we naar de volgende, om het zo te zeggen.
Dat is een hele goede methode. Yes. En wat is nou voor we, want ja, ik weet nu al zoveel over je. Wat is nou, als ik iets bij je moet bestellen, wat is je signature cake, je signature dish? Cinnamon roast tiramisu cheesecake. Eentje vroeg ik. Oké, eerst nee, cinnamon. Drie. Cinnamon roast cheesecake en? Tiramisu. Oké. Als ik zeg dat ik eigenlijk geen van die dingen eet, wat moet ik dan bestellen? Cinnamon roast. Ik weet niet, ik ben niet meer die hype. Maar dat is gewoon kaneelballen. Dus met een cream cheese frosting. Is niet... Boyo. Oh ja, sorry. Ik ga dat proberen, koffieboyo. Ja, dat zou ik kunnen proberen. Ja, koffieboyo kan. Ja, want boyo is echt voor onze creole. Dus... Ja, maar met een twist, Malaika's boyo. Ja, precies. Alright. Yes. Maart is in het kader van de vrouw. Gewoon de hele maand maart is een teken van de vrouw. Ben ik heel blij dat je bij ons bent gekomen. Dat een jonge Surinaamse vrouw zo enthousiast is voor haar droom, professionele droom, maar ook haar hobby heeft die ze blijft ontwikkelen en verbeteren. En ik ben heel blij dat je bent gekomen om het met ons te delen. Yes. Voor ieder die geïnteresseerd is in Malaika's baking talents, kan haar gaan volgen op Malaika's Baking. Op Instagram en op Facebook. Of gewoon Malaika Jones op Facebook zoeken. Dan vind je mijn page. Want die naam is een beetje moeilijk om te schrijven. Je bent eerlijk. I love it. I love it. Yes. Nou, bedankt voor het komen. Yes, jij en ook. Bedankt voor de uitnodiging. Dankjewel. En bedankt jullie thuis voor het kijken. En remember, your time and my time is Q-time.